harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Tussen 17 februari en 2 maart jongstleden liet een otter zich op 3 verschillende plekken in de Biesbos zien. Natuur- en Vogelwacht Biesbos stelde ons een niet eerder vertoond filmpje ter beschikking, opgenomen op 20 maart. Overigens is de otter niet bedoeld als toeristische attractie. De otter en de meeste andere dieren zijn namelijk niet gebaat bij intensieve recreatie. Nu kunt u dus toch beelden zien van de otter in de Biesbos. Een dier dat rolt en bolt en springt en dat is hoopvol, want dat wijst eerder op een blijver dan op een doortrekker. Op zaterdag 1 april bezocht onze cameraman Kees van der Made de open dag in de Bernarduskerk in Made. En toen hij er toch was, maakte hij voor ons wat foto's. Zoals u kunt zien, wordt er nog volop gebouwd. U ziet op deze foto's beelden van de nieuwe ruimtes en van het middenschip van de kerk, waar nu een grote muur staat. Erfgoedvereniging Bont, Heemschut en Toeristisch Traaien willen voorkomen dat het waterschap een betonnen keermuur van 60 meter lang en bijna 1 meter hoog gaat bouwen aan de haven in het dorp. Ze willen een demontabele kering. Ze gingen daarom in beroep tegen het besluit bij de Raad van State. Het aanpakken van de haven is nodig vanwege de toegenomen risico's op overstromingen. De muur die op 3 meter afstand van de havenkade gepland staat, is onderdeel van een groter plan voor verbetering van de kering van onder meer de Mark. Daarvoor worden ook enkele dijken verhoogd langs de Mark in Terheide. De uitspraak is over een paar weken. Vanaf afgelopen week betaal je 15 cent statiegeld voor een blikje. Je kunt de blikjes weer inleveren bij een groot aantal innamepunten. In de supermarkt mag het blikje gewoon in de machine waar je altijd al de flessen in stopte. Uiteraard moet je op de buitenkant het statiegeld logo staan. Er bestaat een kans dat de automaat een blikje weigert. Het mag namelijk niet al te veel beschadigd zijn en het zogenoemde EAN-streepjescode moet door de scanner te lezen zijn. Ook dit jaar opent Stichting Behoud de Antonius Abt in de maanden juni tot en met september iedere zaterdagmiddag de deuren van de Antonius Abt in Terheide. Tijdens die middagen worden de bijzondere geschiedenis van het gebouw in Terheide gedeeld met bezoekers en exposeren amateurkunstenaars. Van 1 tot half 5 kan iedereen gratis een kijkje komen nemen. Bent u amateurkunstenaar en wilt u uw werk exposeren? Stuur dan een mailtje naar stichtingbehoudantoniusabt@hotmail.com. Maak uw interesse kenbaar voor 26 april, dan neemt Stichting Behoud de Antonius Abt contact met u op. Op maandag 27 maart 2023 heeft Stichting Recreatief Drimmelen samen met Visit Brabant op de Z9 Zilvermeeuw een succesvolle bijeenkomst georganiseerd met ondernemers. Met Pasen start traditiegetrouw voor de ondernemers het nieuwe toeristenseizoen. Er is voor onze gemeente een toeristische website die 6 april live is gegaan en een nieuwe editie van het toeristische magazine, aangevuld met fiets- en wandelroutes. Hiermee kunnen de Bali-medewerkers de toeristen adviseren. Ook kunnen er weer dorpswandelingen en andere arrangementen worden georganiseerd. VVV Biesbos Drimmelen is vanaf 1 april 7 dagen per week geopend van 10 tot 5 uur. Ieder jaar, rondom Koningsdag, is er de zogenaamde lintjesregen. Een lintje is een koninklijke onderscheiding voor iemand die bijzonder verdienstelijk is geweest voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u een lintje verdient? En woont diegene in de gemeente Drimmelen? En stelt deze persoon deze waardering op prijs? Dan kunt u die persoon voordragen bij de gemeente via bestuurssecretariaat@drimmelen.nl of telefonisch via 140162. Iemand voordragen voor de uitreiking tijdens de lintjesregen in april 2024 kan tot uiterlijk 1 juni 2023. Onze burgemeester wil graag zijn werkkamer opvrolijken.
want hij kijkt nu tegen een lege muur aan. Wilt u hem daarbij helpen en heeft u een mooie foto of tekening gemaakt in onze gemeente? Stuur deze dan voor 1 mei naar hem op via burgemeester@drimmelen.nl. Dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat er een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag weer tot volgende week.